Ik weet nog wel dat ik als kind hier stond. Waren we waren altijd door de stad aan het struinen. En dan kwamen we bijvoorbeeld uit het zijstraatje wat je daar ziet. En voor de kennis die weten welk zijstraatje dat is, dat is de Schilderstraat. En dat vonden we natuurlijk vroeger wel spannend om even door het straatje heen te lopen. En we waren altijd hier in de buurt bezig. Aan de achterkant, het zit nu wat groen. We zitten hier bij de diezen en ja, die geuren in uh, die zijn de loop der jaren toch allemaal wel redelijk verdwenen. Want, oh, wat stonk die dieren vroeger. En wat werd daar vroeger allemaal ingeflikkerd. Het is uh, herinneringen ophalen van mooie stukjes Settigenbos waar we zo onvoorstelbaar trots op moeten zijn. En dat, uh, dat, 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 dat waardeer ik dat ik dan dit werk zo uh, mag doen. En, en, en dat ik altijd met die geschiedenis bezig mag zijn. Nou, hartstikke leuk. Ja, uh, vorige week zei ik het ook al. Ja, Hintabenstraat. Ja, en, en, en ik, uh, ik ben er toch nog even teruggegaan. Want er is in die weer toch het een en ander aan de hand. Uh, oh, by the way. Je kijkt trouwens naar het Dwalen door een bos. Dat had ik nog niet gezegd. hè. Uh, veel veranderingen. En er is één bijzondere verandering uh, heeft er plaatsgevonden. Het heeft een tijdje leeg gestaan. En ik, heb, ik doel op het pand uh, nummer 138. Loop even mee. Want ik heb het over het pand de drie of ten dreie halve manen. Nou ja, de... Luifel hangt er net boven. En hier zit uh, sinds enkele weken ook weer een, uh, een nieuwe zaak. En daar ben ik best wel blij mee. Want een tijdje geleden is er hier uh, ja, is toch wel een historische vondst uh, gedaan. En die wil ik jullie eigenlijk even laten zien. Maar ga eerst eventjes uh, vragen uh, of dat het mag. En dan ga ik daarna wel even een uh, gesprekje aan. Nou, kom er even mee naar binnen. Ik heb het even nagevraagd aan uh, Ari Ververs. Hij is uh, bedrijfsleider bij. Uh, Pearly King, uh, hij staat daar ook uh, achter zijn kast, hij is druk bezig. Maar ik, ik spreek je zo even, Arie. Dan lopen wij eventjes door en dan zien we eigenlijk al dat we in een prachtig pand zitten. En het pand is, uh, ja, dat behoort toch wel tot het oude stratenpatroon van Bos. He, mooie uh, tekeningen die we terug zien komen. Echt het hele oude behangetje, maar dit is nog niet oud genoeg. We gaan eventjes naar achter, naar de opkamer van vroeger. Dan zeg ik tegen de cameraman, pas een klein beetje op voor je, voor je voetstapjes. En dan zien we hier iets wat werkelijk enorm uniek is. Tijdens bouwwerkzaamheden, uh, jaren geleden, zijn oude muurschilderingen teruggekomen. Die dateren van... Uh, uh, de tijd na de stadsbrand, hè, zo rond na 1420 tot eigenlijk 14, of 1530, ergens in die tussenperiode, uh, zijn deze tekeningen gemaakt. En dat zie je niet vaak, want uh, bij kerken natuurlijk en, en instellingen werden er wel uh, van, van dit soort tekeningen gevonden. Maar eigenlijk in privéhuizen zag je dat nooit. Op oude boerderijen wel, dan zag je dat men vroeger het behang zelf tekende, want we hadden de behanger nog niet. Het was dan iemand die die prachtige mooie schilderingen maakte. Alleen in, uh, het bossen, uh, in de Bosse Ortenstraat is er nog een voorbeeld dat dit soort tekeningen ook terug zijn gevonden. Dus dat betekent dat we in een uh, gemeentelijk uh, monument hier nu staan. De muren die komen een klein beetje op je af en alles is toch. In verbinding gebleven. En die prachtige stukjes, die elementen die uit die vroegere, 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 vroegere tijd dateren... die kun je hier terugzien. En ik ben ervan overtuigd nu die deur ook weer open zat. Want het heeft een tijd leeg gestaan, dat mensen hier uh, weer graag naartoe gaan. Toch eventjes. Een klein blikje te werpen in het verleden. En wat deze ondernemer heel goed heeft gedaan, want ik sta en ik zie het meteen, en ik heb nog niet eens met Arie gesproken, is dat er hier in deze hele muur, overal waar je kijkt, is, daar is niet in geboord of geschroefd. Hij heeft een stallage gebouwd, de ondernemer, eh, die zelfs eh, in het kozijn niet heeft geschroefd. Dus het is echt geklemd. Een stalen constructie die compleet van deze prachtige historische eh, schilderingen. Uh, af is gebleven. En ook in de oude balken die hier uh, uh, staan. Een restauratie die trouwens uh, onder leiding van de gemeente. Uh, in de periode uh, 2010-2013 heeft plaatsgevonden. Tja, en zo kom je nog eens ergens. Dit, dit vind ik dus uh, heerlijk. Dit vind ik mooi om te zien. Alsof je gewoon teruggaat in de tijd. dat er nog met het oude porseleinen pijpje. Uh, tabak gerookt werd. En dat zal er waarschijnlijk in deze kamer zijn geweest. Mooi. Uh, we gaan Arie even op zijn plek zetten. Uh, in, in, in figuurlijke zin dan even voor camera. En dan gaan we even kijken uh, wat er nou precies voor prachtige winkel hier sinds vijf weken in uh, de Hintammerstraat nummer 188, 138 in het is gevestigd. Arie Ververs van Pearly King, ja, je, je straalt gewoon de hele Pearly King uit. Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Uh, ja, deze samenwerking zijn we samen gegaan en uh, ja, het is gewoon iets wat heel erg in mijn straatje past. Uh, de uitstraling van Pearly King is iets wat ik mij heel erg uh, goed in kan vinden. Uh. En wat, wat is? Even hey, voor de mensen die zitten te kijken, want ik zie hier heel veel. Ik zie hier een Waanzinnige mooie winkel uh, gecreëerd. Een beetje tegen het industriële zit het aan. Is dit uh, gewoon de zelfbewuste modieuze man die hier komt? Uh, ja, je moet wel een beetje affiniteit hebben met mode. Inderdaad, uh, gewoon uh, bewust zijn van mooie materialen, goede pasvormen, leuke designs. Dat is wel echt uh, typerend voor uh, Pearly Kingman. Gewoon, uh, ja, zoals je ziet, is het wel enigszins uitgesproken natuurlijk. En, uh, is een Pearly Kingman gedurfd? Ja, ja, het is niet uh, voor de saaien onder ons. Nee, je moet wel een beetje, ik bedoel als je een uh, blazer met orchideeën gaat dragen, dat is niet voor iedereen weggelegd. Nee, precies. Nou, ik zie, en, en zeker in het begin van de winkel, want de winkel loopt en het pand, ja, ik vind het zo'n mooi pand, ik heb buiten al het een en ander verteld. Uh, wat, ik, wat ik vooral zie zijn, ik zie heel veel blauwtinten. Ja, dat, dat is wel voornamelijk uh, in dit stuk van de shop hoor, want als je achterin kijkt dan is het weer meer groen en uh, ja, een beetje paarsachtig. Maar ja, het is ook heel erg seizoensgebonden, natuurlijk. Nu is het zomerseizoen. daar met de nieuwe collecties wordt het allemaal wel weer wat meer ingetogen. Wat uh, rustige kleuren, wat donkerder. Ik zag uh, op, uh, op de raam uh, staan dat het een Concept Store is. Wat betekent dat? Ja, Concept Store is eigenlijk. Uh, ja, het is een beetje een verlengde. We hebben een agentschap en we distribueren Pureliking in heel Nederland, of Benelux. En uh, we hebben zo'n 180 verkooppunten in Nederland, maar nog geen eigen fysieke winkel. En dat is een beetje, ja, zoals ik al zei, een verlengde. Um, de meubels maken we zelf en als mensen Peulking willen inkopen bij ons, um, kunnen ze niet alleen de kleding inkopen, maar ook de meubels. En heel het concept van Peulking willen we hier gewoon een beetje uitstralen, zodat mensen kunnen zien: van... Uh, yeah, wat is King? in welke sfeer willen we uitstralen, wat ademen we? Ja, uh, gezelligheid, uh, no nostalgie, uh, good feeling, een en compleet eigen identiteit aan. Uh, Betekent dat dan ook dat het jullie wens straks zal zijn om min of meer toch wel zeker in de 90% van dit idee door te rollen? Als er straks iemand komt die zegt ik wil ook een eigen store hebben, gewoon echt een Pearly King Store. Moet hij dan wel een beetje aan het, het, hetzelfde signalement voldoen? Ja, er zal niet zo snel een uh, eigen Pearly King Store. Nog, nog eentje komen. Maar het is meer als uh, een grote winkeleigenaar een shop in shop wilt uh, beginnen? Um, ja, dan zou wij het mooiste vinden als uh, ja, deze uitstraling willen neerzetten. En dan bij ons ook uh, deze meubels met mooie wagonhout uh, dat bij ons komen overnemen. En zoals je kan zien hebben we ook gewoon een leuk uh, barretje. Gewoon dat iedereen gewoon op zijn gemak koffie kan drinken of een uh, fris drankje. Waar komt het merk uh, oorspronkelijk vandaan? Pearl King is van origine een uh, Brits label. Het uh, bestaat sinds uh, 2009. En uh, wij voeren het uh, nou, de afgelopen vijf jaar hier in Nederland. Betekent dat dat je in Den Bosch de enige bent die het nu uh, voert? Nee, nee, we hebben twee verkooppunten hier in een bos. Dat is uh, Peacock op de Helfthevel. En Hello Den Bos op het uh, fonteinplantje straat. Ja, precies. Oké, okay. en, en, en daarnaast uh, de eerste eigen concept, zodat mensen kunnen komen kijken hoe alles draait en hoe ja. alles gaat. Wat zijn je openingstijden hier dan? Uh, we werken van dinsdag tot zaterdag uh, van 11 tot 6. Met uitzondering van een koopavond, dan zijn we tot 9 uur geopend. Nou ja. En uh, op sommige dagen, als het uh, het weer toelaat, gaan we op zondag ook open met speciale evenementen. Of eerst zondag van de maand. Ja, precies. Of, of, want je bent nog niet zo heel lang open? Hè? Nee, uh, dit is week, uh, week vijf. Eerste ja. reacties van, van jullie zelf en van, van je gasten? Ja, van de gasten is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Uh, maar die zijn over het algemeen echt allemaal super enthousiast. En uh, de mensen die hier al iets gekocht hebben, zijn ze, die komen zeker terug, zeggen ze over het algemeen. Dus uh, daar zijn we heel erg blij mee.